werk. Hi, Robin hier en welkom bij Break the Game. Ik dacht voor de verandering, laat ik er eens een keer een ander spelletje spelen. Ik meen dat ik dit bij een andere YouTuber ook heb gezien. Ik ben heel erg benieuwd wat het is. Het is mij echt heel lang geleden dat ik het heb gezien. En vandaag gaan we daar verandering in brengen. Ik zeg heel veel plezier met kijken. Ik moet op E drukken om verder te gaan. Ik ga lekker de simulatie starten. Kijken wat er uit gaat komen. Ik heb daar stiekem wel heel veel zin in om dat te doen. Hallo. Weet je, als ik jou was, zou ik deze applicatie afsluiten. Nee, ik ga hem niet afsluiten. Dat doe ik niet. Maar lachen, ik zit ziek in mijn ooghoek. Heb ik ook mijn eigen gezicht aan te kijken of het allemaal opgenomen wordt. Alleen, alles wat dus op mijn scherm flikkert, dat zie ik heel de tijd terug. Is best wel irritant. Ik heb nu al een error in het spelletje. Uh-oh. Het gaat nu al helemaal stuk. Hallo? Ben je hier om te helpen? Connected players. Please exit the application. Can you talk to me? Ja, tuurlijk kan ik tegen je praten. Doe ik nou toch? Jou hier remde. Mij gestart. Waar zijn we? Onbekende error. Laten we starten met uit deze plaats komen. Ik zal je de controle geven. In 3, 2, 1. En daar gaan we. En ook spatie drukken om te springen. Ik weet niet hoe ik hier ben gekomen. Gebeurt er niet veel goeds. Nou, in ieder geval, dit is dus Kevin. Hoofd geraakt. Ja, hij moet zichzelf even laten zien. Ja, hij is goed. Ik ga gewoon lekker naar beneden lopen. Kijken wat er gaat gebeuren. Voorlopig is nog niet heel veel bijzonders. Er is een teleporter. Oké. Okay. Ik heb op E gedrukt, dus als goed is word ik nu geteleporteerd naar een andere omgeving. Naar een stabiele omgeving. Oké. Okay. Jack's Fighting Arena. Kill, Death and Destruction. Nou, dat klinkt erg hoopgevend. Ah, we zitten vast. Game over. Beetje anticlimax. Wat gebeurt er? Hallo? Maggie? Oké. Okay. Je leeft nog. Ja, tuurlijk. Wat denk je dan? Anders zou het spelletje heel snel voorbij zijn. Thank you, player. Graag gedaan. Dus, waar is onze chip? Oké. Daar gaan we. Ah, kijk, dat was dus net hetgeen wat ik miste. Ik miste de double jump. Ik vind die muziek trouwens op de achtergrond ook echt geweldig. Hop. Lekker al. Spaties. Oké, we kunnen daar dus op bounce als ik daar op spring. Oké. Smoot. Oké. Oh, dit was een leuke. Moet niet naar beneden vallen. Nou, blijkbaar ben ik dus daar voor niks naar boven gegaan. De revolver, de standaard. Standaard wapen. Piu, piu, piu. Grappig.
Oké, press middle mouse. Heb ik gedaan. Ik heb mijn revolver. Bam. Ja. En dan? Zo, blijkbaar moet ik dan weer daarin. Of niet? Oh, moet ik het goed doen. Zo, dat ging me net goed. Nee, ik moet dus voor reloaden. Ja, dus ik heb het spelletje echt net opgestart en ik ben eigenlijk gewoon helemaal blanco ben ik erin gegaan. Wat dat verstandig is geweest, geen flauw idee. Maar goed, ik ben in ieder geval ergens begonnen. Oké, ik zie die bal. Daar moest ik naar kijken, ja. Ze hebben een heel veel pixels. En dat is het, de valuta welke gebruikt wordt. Dus ik moet zoveel mogelijk als ik kan verzamelen. Logisch. Oké. Collector level 1, die heb ik nou verzameld. Ik kan daarmee dus wapens kopen. Interessant. En zoals ik weet... Mijn plan is om uit het spelletje te ontsnappen. Ja, dat zover was ik al. En hij is blij dat ik gekomen ben. Ja. En hij weet niet of hij mij kan vertrouwen. Nou ja, ik weet niet, maar... Hij ziet het loot gehad. Oké, als ik hier naar beneden ga, ben ik waarschijnlijk... dood. Nee, dan ga ik naar een andere wereld toe. Cool. Oké, dat is goed bedacht. Normaal dan val je echt gewoon te pletteren en dan lig je op de grond een beetje dood te gaan. Nou, blijkbaar valt het dus mee. Ik heb dus hier een boom. Zo moest het doen. Oké, dus ik heb nu een goede teleporter. Een goede 8 van de 10. Ik heb er nu een locatie error. Oké. Laten we doorgaan. Oké, die pixels heb ik nou. Ah, ik moet even reloaden. Of ik het wel goed met me gaat? Natuurlijk gaat het met me goed. Heb ik alle klusjes vandaag gedaan? Nou... Jazeker. Oh... We hebben maar één poging voor dit. Dus ik kan er beter goed op voorbereid zijn. Oh, fijn. Oké, wat is te repeaten? Some firepower. Ratatatatat. Oh, die is heel mooi. Press middle. Oké, de blaster is really good. Is dat de goede? Oh, werkt het zo. Oh, dan moet ik hem ingedrukt houden. Oké, cool. Oké, nou, dit is tot nu toe best wel goed te doen eigenlijk. Op zich geeft het al wat. Gewoon een beetje spelen. Oeh, oké. Het is tijd. Oké, dat is een robot vanuit de factory. Die moet ik dus doodmaken. Ja, en nee. En ik kan niet door het spelletje gaan zonder deze dood te maken. We krijgen bloed in onze handen. Nou ja, bloed lijkt me sterk omdat het een robot is, maar... Goed zo. Achievement, please. Killer.com. die is ook wel mooi. Daar is ook goed over, echt goed over nagedacht. Gewoon killer, kill confirm. Het is een, volgens mij even een kleine Call of Duty referentie. Nou, het gaat de goede kant op. Deathbit. Death 1.com. Ah, ik ben net dood gegaan. Ja. Yep. Waarschijnlijk komt echt gewoon alles. Ja.
door een spelletje heen te leiden. Ik vind het echt lachen gewoon als intro van een spelletje. Dit is gewoon iets wat je niet altijd meemaakt en dan vind ik het echt geweldig. Ik zit in gelekte geheugen. Ik heb een mention over leaked memory. Jij spel inderdaad, die hebben een geheugenlek. En daar blijf je dan blijf wat vollopen. Tot die overschreven wordt, inderdaad. Het is ook getrouwens gedaan, volgens mij, dat ik nu daarin zit. Ik word opnieuw gemaakt. Waar zijn we? Welkom. Iedereen, we zijn in Jack's Arena. Uh-oh. Jack owns the arena. Ruan, we don't talk about the arena. Ik vind het echt komisch. Crafts for a living. Terwijl hij er helemaal niet van houdt. Nou, John, welkom. ik hoop dat dat goed met iedereen gaat. Oké, laten we dit doen. Wacht. Hoe durf je mij te onderbreken in de introductie? Jack, het is Kevin. Ken je me nog? Nope. Stuur de robots naar binnen. Let's get ready to rumble. Uh-oh. Nu al een boss fight. Ik heb er wel genoeg pixels verzameld. Voor mij ga ik echt heel veel dood in het spelletje. Dat kan gewoon niet anders. Echt niet. Zo mooi om te zien. Mooi gevecht. Eindelijk, mijn grafiek is klaar. Laat het ons zien. Hondje. John. Dit is gewoon een foto van een hond. En hij kijkt erg hier. Slecht humor dit. Echt hele slecht humor. Hij stopte mij. Dat wordt helemaal gek. Ja, het geluid hoor je ook heel zachtjes nou. Even... Hebben ze nou echt gewoon serieus een heel gesprek zo? Dat ik gewoon alleen dat ze gewoon de video laten zien. Dus, we zijn zo terug naar deze berichten. En dan ook gewoon serieus dat stukje deze berichten neerzet. Met een wachtmuziekje.
Zo, we kunnen weer, hè? Hé, hij is kapot. Wat een eind. We hebben een overwinnaar. Please enter the portal. Ik wist dat ze raar waren, maar dat was echt heel raar. Enter the portal, champion. Please. The Jack Cave. Ja, dit vind ik een heel mooi moment om het spelletje hier te laten. Ik vind het echt, echt heel geweldig. Ik heb nu ondertussen een half uur heb ik gespeeld. Dus eigenlijk voornamelijk volgens mij de intro, of die heb ik al gehad. Dus steeds de eerste level, maar ik vind het echt geweldig om te spelen dit. Ik ga dit denk ik ook wel vaker doen. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En als je meer hiervan wilt zien, vergeet er niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.